Het is dinsdag 29 maart. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Terrorismeverdachte Rotterdam-West wil niet uitgeleverd worden aan Frankrijk. Rechtszaak tegen Rotterdammer Bart van U begonnen. En studentenhuizen getest op brandveiligheid. En hier alvast kort Ed Aldus met het weer. Dag dames en heren. Ja, woensdag krijgen we te maken met af en toe wat zonneschijn. Ik denk de meeste zon zeg maar dichter naar de kust toe. Hoe verder landinwaarts, des te meer bewolking. Daar bestaat ook in de loop van de dag nog wat kans op een lokale bui. Richting de kust blijft het gewoon overal droog. Temperaturen 11 of 12 graden. En dan waait er bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Een windkracht 4 of 5. Tot straks. De terreurverdachte Anis B., die dit weekend in Rotterdam werd opgepakt, weigert mee te werken aan zijn uitlevering aan Frankrijk. Daardoor duurt het nog zeker 3 maanden voordat hij alsnog kan worden overgedragen aan de Franse justitie. De 32-jarige Fransman werd zondagmiddag gearresteerd in de Gerrit van der Lindenstraat op verzoek van Frankrijk. Daar wordt hij verdacht van mogelijke voorbereiding van een terroristische aanslag. 3 mannen met wie hij steeds werd gezien zijn ook opgepakt. Bij invallen in woningen in de burgemeester Meijnenstraat en de Matenesseweg werden munitie, drugs en telefoons in beslag genomen. En de arrestaties hebben een hoop losgemaakt in Rotterdam-West. Vanavond is er een speciale bewonersbijeenkomst. Verslaggever Marlies Harting staat nu in de buurt. Wat wordt dat voor bijeenkomst, Marlies? Ja, dat is een bijeenkomst die burgemeester Abu Taleb heeft georganiseerd. Hij heeft daarvoor alle direct omwonenden uitgenodigd van de panden waar zondagavond die invallen zijn gedaan. Want hij wil mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen, om met elkaar van gedachten te wisselen en gevoelens te delen over wat er allemaal is gebeurd bij die antiterreuracties. Want de mensen zijn toch wel erg geschrokken. We zijn vandaag ook weer de buurt ingegaan en het blijkt ook dat de meeste mensen wel van plan zijn om vanavond naar die bijeenkomst toe te gaan. Ik ga er zeker naartoe. Ik vind het heel belangrijk om daarbij te zijn. Vooral wat er gebeurd is afgelopen zondag. Ja, ik wil horen wat er gebeurt, wat er gezegd wordt. En luisteren en kijken, misschien kan je antwoord geven. Of ook je mening geven. Ook om de medeflatbewoners te zien. En ik kan eventueel de burgemeester erop aanspreken. Want het is gewoon verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. En dan vooral in je eigen flat. Gaat u wel vragen stellen? Of gaat u vooral luisteren? Nou, misschien 1 of 2 vragen, waarom ik, maar de rest luister ik. Ja, ongeloof dus ook bij een buurman van een van die mannen die is opgepakt. Omdat ze in de dagen voor de arrestatie in het gezelschap van Anis B., de hoofdverdachte, werden gezien. Ja, de mensen vragen zich hier af, hoe lang heeft Anis B. hier rondgelopen? Wat deed hij allemaal? Hoe kan het dat deze man pas is opgepakt eigenlijk toen de Franse justitie daarom vroeg? Nou, dat zijn ook vragen die Leefbaar Rotterdam heeft gesteld. Ze hebben vandaag een spoeddebat aangevraagd over moslimextremisme in Rotterdam. Ik sprak eerder vandaag met Tania Hoog. En zij vindt dat de burgemeester de gemeenteraad eigenlijk veel te weinig informatie geeft hierover. Als het in het belang is van het onderzoek, als dat rechtstreeks negatief resultaat kan hebben, tuurlijk hebben we daar begrip voor. Dan kan het ook nog zo zijn dat je de gemeenteraad vertrouwelijk informeert. Zolang wij maar de informatie hebben waarop we in staat zijn om ons werk goed te doen, is het prima. Maar ik heb niet het gevoel dat het op het moment zo is. Nogmaals, we weten geen eens hoeveel uitreizigers er op dit moment zijn. Amsterdam weet het wel. Utrecht weet het ook. In Den Haag wordt het ook gewoon medegedeeld. Waarom mogen wij dan als gemeenteraad van Rotterdam niet weten hoe de situatie in onze stad is? Ik wil gewoon dat debat op een open en constructieve manier kunnen voeren, zodat we ook gewoon de middelen in kunnen zetten die nodig zijn voor de stad. Ja, Marlies, vanavond dus die bewonersavond in Rotterdam-West. Hoe laat en waar is dat precies? Nou, het begint om 8 uur, maar de locatie wordt alleen aan de bewoners bekendgemaakt, want de gemeente wilde geen pottenkijkers bij. Dankjewel, Marlies Harting. En dan kwam vanmiddag ook nog het nieuws binnen dat een Rotterdamse Syrië-gangster is opgepakt. De terreurbeweging IS zou haar hebben laten gaan omdat ze ziek was. In Turkije werd ze gearresteerd en vervolgens uitgezet naar Nederland. En de 23-jarige vrouw verblijft nu in het ziekenhuis van de gevangenis van Scheveningen. Omdat ze in IS-gebied verbleef, wordt ze verdacht van terrorisme en lidmaatschap van een terroristische organisatie. En morgen beslist de rechtbank of ze langer blijft vastzitten. Zometeen in Rijnmond Nieuws. Hoe red je jezelf bij een woningbrand? Wow. Ja, ik ben er. Ja, naar buiten. Nee, shit. Het is hier ook ontzettend heet. Wow.
Gelukkig was het maar een oefening. 3 dagen zijn er uitgetrokken voor de rechtszaak tegen Rotterdammer Bart van U. De man die heeft bekend zijn zus Lois en oud-minister Els Borst te hebben gedood. In februari 2014 werd de oud-politica met messteken om het leven gebracht in haar huis in Bilthoven. Begin vorig jaar werd van U opgepakt na de moord op zijn zus in Rotterdam-Kralingen. Een DNA-match linkte hem daarna aan de moord op Borst. Volgens deskundigen is van U sterk verminderd toerekeningsvatbaar. En verslaggever Paul Verspeek heeft de rechtszaak gevolgd. Bart, van U die was er dus bij. Heeft hij iets verteld over waarom hij dat allemaal heeft gedaan? Ja, om te beginnen met Els Borst. Hij heeft haar gedood omdat dat een goddelijke opdracht was die hij al als kleine jongen van 7 had gekregen. Hij moest degene doden van God die verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving. Hij zegt wel, ik ben op de fiets gestapt en naar Bilthoven gereden en pas toen ik in haar garage stond, toen had ik door, dit is die vrouw die verantwoordelijk is, dit is dus mijn opdracht en toen heeft hij haar neergestoken. Hij was wat uitvoeriger over het doodsteken van zijn zus Lois. Hij heeft gezegd van, ik was bang dat zij mij in een psychiatrische inrichting wilde en dan misschien dwingen dat ik zelfmoord zou plegen of dat ik gedwongen werd tot euthanasie. De aanleiding voor de steekpartij, ja, die was even absurd als passend in het beeld van Bart van U. Zijn zus had namelijk eierkoeken voor hem gekocht. En hij kon zich er vandaag de dag nog boos over maken, want hij hield niet van eierkoeken en dat wist ze toch. En dat was typisch weer een pesterij voor haar. Hij werd toen zo boos, ze stonden nog op de trap, zij kwam terug van boodschappen doen. Toen heeft hij haar dus neergestoken. Ja, een buitengewoon triest verhaal dus. Ja, precies. Passend in het beeld, zeg je. Wat voor indruk had je van hem? Ja, de vraag allereerst vandaag was, gaat hij praten? Of is hij zo verward dat er helemaal niks uitkomt? Nou, voor zijn doen zeg ik dan maar even bij. Praten die redelijk gestructureerd, zei het dat je aan alle kanten kon zien. Ja, hier zit een hele zieke man, ziek in het hoofd, die vol met waanideeën zit. Hij noemde het woord trieste zelf heel vaak, van wat is dit toch een trieste zaak. Ja, dat slaat ook wel op deze man. En betekent dat hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard? Nou, in ieder geval sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Sommige deskundigen zeggen zelfs volledig, dus hij wist eigenlijk niet eens wat hij deed. Het is duidelijk dat hij vanaf zijn 23e last heeft gehad van psychoses, waandenkbeelden. Hij is nu 40. Een groot deel van zijn leven dus is hij een soort wandelend waandenkbeeld, zou je kunnen zeggen. Dus de deskundigen zeggen ook, ja, die moet sowieso behandeld worden. Kijk, dat hij TBS gaat krijgen met dwangverpleging, dat staat wel vast. Morgen is dan nog de vraag, want dan komt justitie aan het woord. Of daarbuiten nog ook een celstraf wordt opgelegd. Dus of justitie zegt van, nou ja, hij was wel gestoord, maar niet zo gestoord dat hij ook niet precies wat hij wist wat hij deed. Dus dat hij ook nog een celstraf moet krijgen. Maar zoals gezegd, TBS, dat gaat er zeker komen. Wordt vervolgd dus. Dankjewel, Paul Verspeek. Verdwalen in je eigen huis. Bij een brand is vuur vaak niet het grootste gevaar, maar de rook die ontstaat. Reden genoeg voor de brandweer om te oefenen. En waar kan dat beter dan in een studentenhuis? Het is de nachtmerrie van veel mensen. Er breekt brand uit in je huis en door de hevige rookontwikkeling is het lastig om weg te vluchten. De brandweer oefent vandaag in dit studentenhuis in het centrum van Rotterdam en ik mag meedoen. Hoe brandveilig is dit studentenhuis? Ik denk relatief brandveilig, omdat we toch wel branddeuren hebben en dat soort dingen. Ik denk dat studenten ook niet altijd heel erg bezig zijn met brandveiligheid in hun huis. Waar hangen de rookmelders? Die hebben we eigenlijk niet, dus het is helemaal niet brandveilig. Bij een brand is een veilige vluchtroute essentieel. Volgens de brandweer moet je binnen 3 minuten buiten staan. Als je kijkt van de materialen, zoals je hier ook in de keuken ziet, alles is van kunststof. En als dat gaat branden, dan gaat die brand zich zo snel ontwikkelen dat je echt binnen 3 minuten een situatie hebt waar bijna niet meer te overleven valt. De tijd loopt, tijd voor actie dus. Wow. Ja, ik ben er. Ja, nou, naar buiten. Nee, het is hier ook ontzettend heet. Dus wow. Buiten. Hè? Waar ben je nu? Enig idee? Ja, nee, echt niet. Dit is een prullenbak. Kan dat? Prullenbak, ja. Wow. Is dit sirenes? Wow. Oké. En nu? Ja, ik ben er nog niet. Ben je al buiten? Nee, omdraaien. Je wist het niet meer. Dus dat zien wij en dat merken wij heel vaak met branden. Dat de mensen het gewoon niet meer weten hoe ze naar buiten moeten komen in hun eigen huis. Ja, we hadden er sowieso nog niet echt over nagedacht, zeg maar, wat we zouden doen als er brand is. Maar het kan best wel heftig zijn. De brandweer heeft direct na de oefening rookmelders geplaatst in het studentenhuis. Oh.
Gaan we sporten en dat doen we met Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair, komend weekend de Rotterdamse derby in de Eredivisie tussen Feyenoord en Excelsior. En bij de Kralingers is het in de aanloop daarnaartoe toch wat onrustig. Ja, je doelt op het feit dat er bij Excelsior aan het eind van dit seizoen veel spelerscontracten aflopen. En dat de club vorige week ook nog bekend maakte dat er veel spelers dat daarvoor ontslag is aangevraagd. En dus is het allemaal maar erg onzeker welke spelers er volgend jaar nog op Woudestein actief zijn. Rick Kruijs heeft Excelsior laten weten aan het eind van dit seizoen te stoppen. En aanvaller Darryl van Michum vertrekt naar Heracles Almelo. Spits Tom van Weert heeft al aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. En vorige week kregen de basisspelers Bovenberg, Awassar en aanvoerder Sander Fischer te horen dat er ontslag voor ze is aangevraagd. En dus dreigt er een enorme leegloop. Ik moet zeggen, ik sta er heel makkelijk in. Ik wil gewoon met Excelsior er rechtstreeks in blijven. Daar wil ik mijn uiterste best voor doen. Daar wil ik mijn verantwoordelijkheid voor pakken. En dan wil ik het laten zien met de ploeg. En ja, dan zien we wel wat er gaat komen. En dat is, ja, kijk, hetzelfde. Zo staat bijvoorbeeld Excelsior er zelf ook in, hè, richting jongens die aflopen. Kijk, ik moet de eerste komende weken gaan we aankijken. En het is duidelijk, ik wil gewoon laten zien wat ik kan en zorgen dat Excelsior erin blijft. En daar zijn we eigenlijk mee bezig. Het is een iets andere situatie natuurlijk als 2 jaar geleden, toen Excelsior nog in de Super League speelde en iedereen eigenlijk zijn contract verlengde. Dat was een iets andere situatie. Nu weten we ook dat we Eredivisie spelen en dat er ook een aantal jongens zijn die natuurlijk ook hun horizon willen verbreden. Dat snap ik allemaal. Maar Ferry Daan heeft het allemaal keurig netjes uitgelegd. Het is ook meer een formele zaak. Want je moet ook gewoon afwachten op welk niveau je volgend jaar speelt. Dus wij gaan gewoon uit van Eredivisie. Maar je moet met alle scenario's wel rekening houden. Dus dat wordt keurig netjes gedaan door de directie. En eindig ik met het bericht dat voetbalster Manon Melis uit Ridderkerk per direct stopt als international. 12 jaar lang was ze international en ze is topscorer aller tijden, want in 136 interlands wist ze 59 keer te scoren. Dankjewel, Sinclair Bisschop. En na het nieuws gaan we nog even door over de sport. Zometeen in 7 minuten, deze week over de aanstaande titel van Sparta. In 2005 was het voor de laatste keer dat Sparta promoveerde naar de Eredivisie. Was het moment voor jou? Was dat dat je met een bloot op het veld stond met een sok eromheen. Gaan we die ook nog kijken? Nee, klopt. Ik had alles uitgedaan in de tribunes gegooid. Shirtje, broekje. Ik had volgens mij alleen nog een onderbroek aan. Die werd door Ricky van der Berre volgens mij toen in 2 gescheurd. En zo ben ik een Polonaise het veld overgegaan. Dat is straks in 7 minuten. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder. Dag.